Goedemiddag, een extra NOS-journaal in verband met de vrijlating van spoorloos presentator Dirk Bolt en zijn cameraman Eugenio Vollender. Ze werden een week geleden ontvoerd door guerrilla-beweging ELN. De twee zijn nu onderweg van Ocaña naar de stad Cúcuta en stonden voor vertrek de Colombiaanse pers al te woord. Tú, ¿cómo te sientes ahí? Lo mejor de mi vida, claro. Porque fue una semana con una experiencia inolvidable, pero también algo tan raro, tan inexpectable. No había pensado nunca que algo como así pueda pasar. O puede pasar, sí, pero va a pasar con nosotros. Entonces, este momento de la libertad es un momento cuando se siente como todo el mundo que no tiene libertad, que son libertados, como que es un gran éxito, ¿cómo se dice en español? Es una alegría enorme. Y decimos gracias a todo el mundo que ha ayudado para ayudar en este proceso. Entonces, muchas gracias a todo el mundo, a ustedes. Para venir aquí en esta noche. ¿Por qué no habla? ¿Por qué no habla español? No aprendió. No en español. Dile que diga. Que haga algo en inglés. Holandés. Algo en inglés. Zeg maar, is his name on us? How happy are you? I'm very happy that it's over now. It was very tough. And we're grateful and thankful for everyone who helped to get us out of this situation, and I'm looking forward to the near future, and I'm looking forward to see my family again. Thank you very much. Ja, contact nu met correspondent Mark Bessems in Cúcuta. Mark, waar zijn de twee nu? Ze zitten in de auto in een konvooi onderweg vanuit Ocaña naar deze stad Cúcuta. En de verwachting is dat ze hier ergens rond 12:30, misschien 1:00 zouden zijn. De berichten variëren een beetje. De journalisten hier, we moeten natuurlijk een beetje gokken waar ze dan naartoe gaan. De berichten zijn dat ze misschien direct gaan naar het hotel waar ik nu ben. Waar het nu nog heel stil is. Het is hier midden in de nacht. Maar de verwachting is dat ze over ongeveer 1,5 uur, misschien ietsje meer, hier wel zullen arriveren. Ja, nog even terug naar hun ontvoering. Hoe gevaarlijk is het voor hen geweest? Nou ja, laten we wel wezen. In de eerste plaats, het is een heel ruig bergachtig gebied, een conflictzone waar allerlei gewapende groeperingen actief zijn. De ELN is daarvan de grootste en bekendste. Het leger zit ze op de hielen. En als jij in handen bent van de guerrilla-strijders die dus in zo'n conflictzone opereren, ja, dan zeker met die militaire operaties van de afgelopen dagen, dat is natuurlijk per definitie al gevaarlijk. Dat is het uitgangspunt. Plus, het is een heel onherbergzaam gebied. Als je valt, gewond raakt, er is niet zomaar medische hulp. Dat is gevaarlijk. De ELN is een beweging van redelijk georganiseerde guerrilla-strijders. Maar ja, je weet natuurlijk niet wat ze denken. Ik bedoel, in principe is het niet in het belang van de ELN om je iets aan te doen. Dus wat dat betreft is het gevaar relatief. Van de andere kant, het zijn mannen met geweren en die jou tegen jouw zin meenemen. Dat is duidelijk altijd gevaarlijk. Ja, de gedachte was dat ze eerder vrij zouden komen. Waarom heeft het uiteindelijk toch nog zo lang geduurd? Ja, dat is een beetje onduidelijk. Het is heel moeilijk om dat zo van een grote afstand precies te kunnen beantwoorden. Maar ik denk dat een aantal factoren hebben meegespeeld. In de eerste plaats was er natuurlijk een gigantische miscommunicatie. Het begon al intern bij de guerrillabeweging ELN. Die dus onderling eigenlijk niet zo goed wisten wat de lokale commandanten deden. En de leiding in het buitenland, in Ecuador, wist niet zo goed wat ze moesten communiceren. Dat ging mis. Ook op officieel niveau. Hè, er is voor gekozen om zo min mogelijk officiële informatie naar buiten te brengen. Dus niemand wilde officieel wat zeggen. Maar off record werd er van alles gezegd. En dat was vaak tegenstrijdig. Dus misschien is er ergens iemand geweest die voorbarig en te snel gesproken heeft. Dat is natuurlijk misgaan. En het was slecht weer de afgelopen dagen in de regio. En zoals ik al zei, het is gevaarlijk. Er waren militaire operaties en de ELN-strijders die willen natuurlijk voorkomen dat ze enig gevaar lopen. Dus die wilden echt dat het leger weg zou gaan. Ze hebben zitten kibbelen over de exacte locatie waar dan die overdag moest. Kortom, er waren een heleboel factoren die uit kunnen leggen waarom het toch langer duurde dan die paar uur waar de gouverneur het 2 dagen geleden nog over had. Dankjewel, Mark. We komen straks nog even bij je terug.
Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders was nauw betrokken bij de onderhandelingen over de vrijlating van Bolt en Vollender. En wat is uw eerste reactie? Ja, ik ben natuurlijk blij, opgelucht. Ik heb vanmorgen ook met Derek Bolt kunnen spreken. Ze zijn natuurlijk moe, ze hebben heel veel meegemaakt, maar ze zijn in goede conditie. En ik heb ze gezegd dat heel Nederland ook met ze heeft meegeleefd en dat iedereen blij is dat ze nu overgedragen zijn. Ze hebben nu nog een lange tocht te gaan door de jungle. Maar ik zou ook echt heel erg graag de Colombiaanse regering en vooral ook de mensen ter plekke willen bedanken. Dat zijn de mensen die van de kerk, mensen die daarvan de zogenaamde ombudsmannen zijn. Dat zijn lokale mensen die tussen de partijen kunnen opereren, waardoor dit ook mogelijk is geworden. In hoeverre heeft u zich grote zorgen gemaakt de afgelopen week? Nou, ik heb me wel zorgen gemaakt. Er wordt natuurlijk in Colombia heel veel ontvoerd. Wordt ook heel vaak opgelost. Maar het is een zeer risicovol gebied. Er zijn verschillende milities, er is het leger, er is een vredesproces. Het is politiek heel fragiel. Op zo'n moment gaat het dus echt, de duivel zit in de details. We gaan zo spoedig mogelijk hen helpen om terug te keren naar Nederland. Op zich kan het natuurlijk heel snel, maar ze zijn echt nog wel ver van ook de hoofdstad. Er moet natuurlijk met ze gesproken worden, we moeten echt even kijken wat de lokale situatie is. Maar wij gaan alles in het werk stellen, maar ik durf dat niet precies te zeggen hoe laat en wanneer. Nou, verslaggever Edwin van den Berg is bij Paul Vertegaal. Hij is eindredacteur van het tv-programma Spoorloos. Ja, Edwin, ze zijn vast enorm opgelucht daar. Zeker, want Paul werkt al jarenlang samen met presentator Derk Bolt en cameraman Eugenio Vollender. Ja, meneer Vertegaal, hoe groot is na dit bericht bij u de opluchting? Onwaarschijnlijk groot. Onwaarschijnlijk groot. Dit is de mooiste dag van mijn leven. Het voelt als een geboorte van een kind. Het is geweldig. Ja. En dat steekt schril af bij wat u meemaakte de afgelopen 7-8 dagen? De afgelopen week was verschrikkelijk. Het is een nachtmerrie die begon voor ons maandagochtend om 7 uur. En gewoon een verschrikkelijke week, kan niet anders zeggen. U heeft Derk Bolt vanochtend gesproken, 2 uur geleden, geloof ik, 10 uur Nederlandse tijd. Wat vertelde hij? Nou, hij was onderweg in de auto, op weg naar Cucuta. Dat het goed met hem ging, dat ze het goed maakten. Dat het zwaar is geweest, onmenselijk zwaar, een onmenselijke beproeving. Maar ze maakten het goed. Nu heeft u samen met Buitenlandse Zaken, we zagen net de minister Bert Koenders, contact gehouden natuurlijk met de familie. Daar heeft u vanochtend ook uitgebreid mee gesproken. Hoe is het met hen? Ja, ze durven het nog bijna niet te geloven. Inmiddels hebben ze hem natuurlijk gezien. Ook zij hebben de beelden gezien. Ja, zwaar ontroerd, zwaar ontroerd. Ja. Hoe groot waren de risico's? Hè? Want er is de afgelopen week ook een aantal keren sprake geweest van een op handen zijnde vrijlating. Gisteravond nog, dat werd dan weer niet bevestigd. Welke risico's zijn er geweest? Rondom de vrijlating bedoelt u? Ja, dat de vrijlating op zich niet wachten heeft, alles met de slechte weersomstandigheden te maken. Dat is inmiddels wel duidelijk. Want wij weten eigenlijk al sinds donderdag dat de vrijlating op handen was. Ja. Maar heeft u er de afgelopen week op enig moment rekening mee gehouden dat zij mogelijk niet meer in leven zouden zijn? Nou, wij hebben maandag eigenlijk geleefd met het idee, net als de familie, dat het ging om een ongeluk en niet om een ontvoering. En dan komen de meest verschrikkelijke beelden in je op. Ja. Misschien past die vraag niet nu op dit moment en is die te snel. Maar wat betekent dit voor de toekomst, voor de risico's van deze trips voor uw programma? Ja, dat is moeilijk te zeggen, want ik heb onze correspondent in Colombia gisteren uitgebreid gesproken. En die zegt, Paul, eigenlijk zijn we met z'n allen op gevaarlijkere plekken geweest in dit land. Dus wij zullen daar natuurlijk heel zorgvuldig naar kijken. En het spreekt voor zich dat wij rode gebieden vanaf nu niet meer betreden. Heeft u enig vermoeden, ik vroeg het net ook aan de minister, wanneer zij thuis zijn? Ik denk op z'n vroegst maandag. Dank u wel. Paul Vertegaal, eindredacteur bij Spoorloos. Ja, we gaan nog even terug naar Mark Bessems in Cucuta. Ja, we hoorden het net van de eindredacteur. Mogelijk maandag mogen ze weer terug naar huis. Of zijn ze al terug thuis? Ja, dat zou prachtig nieuws zijn natuurlijk. Hier zijn we vooral bezig, wanneer komen ze? Wanneer kunnen we ze dit soort dingen vragen? Inmiddels zijn er al wat meer journalisten gearriveerd. En ja, we hopen dat ze hier ongeveer rond 1 uur of 1 Nederlandse tijd wel zijn. Inmiddels hebben we ook weer begrepen dat het misschien wat langer gaat duren. Heel spannend afwachten allemaal tot ze er eindelijk zijn. Dankjewel, Mark Bessems in Cucuta. Tot zover. Het volgende NOS-journaal is al 12:15 op NPO 1. En dat allemaal in verband met de live-uitzending over Veteranendag. Nog een fijne middag.